De passie in een paar woorden is eigenlijk het verhaal van Jezus, de kruisiging van Jezus, het einde van Jezus' leven. En wij vertellen dat in een openluchtspectakel. Dat is aangevuld met popliedjes. Dus het is eigenlijk een moderne versie van het klassieke Bijbelverhaal. Ik speel Maria Magdalena en dat is een vrouw die een tweede adem krijgt door het te leren kennen van Jezus. Ik denk dat ze eigenlijk wel heel erg verliefd op hem was, altijd geweest is. En dat ze na zijn moeder misschien de vrouw was die hem het liefst van al zag. Ik denk dat mensen naar het passiespel in Lier moeten komen kijken, omdat het nog eens een verfrissing van het geheugen kan zijn over hoe het Bijbelverhaal eigenlijk in elkaar steekt. En dat het gewoon een heel mooi spektakel zal zijn, waar gezelligheid troef zal zijn en waar mensen samen kunnen genieten van een mooi verhaal met mooie liedjes. En het is iets wat je maar één keer op een jaar kan zien, hè.